Oké, goedenavond heren. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Roeselare-Aalst, eindstand 4-1. De wedstrijd die werd bijgewoond door 2202 toeschouwers. Met kaarten even na vandaag met Gabby Demane en Bart van Rentergen. Bart, wedstrijd die voor jullie vandaag eigenlijk moeilijk slecht had kunnen beginnen, denk ik. Ja, van voordat we eigenlijk aan het voetballen waren, stond het 2-0. Met twee zeer scherpe acties, denk ik, voor Roeselare. We hadden deze week een oefenwedstrijd gespeeld tegen Lierse, die... Waarin dat we vertrouwen gewonnen, dan denk ik in balbezit. Maar ik had het gevoel, misschien al van bij de opwarming, dat we het iets te gemakkelijk opvatten. Nee, als tegen Lierse de circulatie lukt, zou het hier ook wel lukken. En ik miste een absoluut scherpte bij de omschakeling en balverlies. Dat was ook nu juist het punt waarop wij wilden werken bij Roeselare. Dus naar een snelle omschakeling, maar dat deden we absoluut niet. Ik denk dat die twee eerste doelpunten... laterale passes zijn die tekortkomen, dat is juist niet het spel wat we wouden doen, dus dat is wel een stuk frustrerend natuurlijk. En dan zijn we genoodzaakt natuurlijk van bij de rust bij te sturen. Vond ik Roeselare goed omgaan met de statische druk die we creëren. Ik vond dat we te weinig echt gevaarlijk waren. Eerste helft hebben we misschien een 7 of 8 afstandsschoten gedaan of halve kopballen van ver. En dan worden we meer aanwezig zijn in de 16 tweede helft, door dan ook het systeem te wijzen met twee aanvallers en een aanvallende middenvelder te spelen. Bij momenten lukte dat redelijk, vond ik. Ik vond de opbouw bij ons dan weer te traag. Maar echt scherpte voor doel hebben we op geen enkel moment gecreëerd, buiten meteen het doelpunt wat we maken. En dan werden wij toch een aantal keren, zelfs ook buiten de doelpunten die we tegenkregen, veel te simpel... gepakt op snelle acties van Roeselare, wat zeker de verdienste van Roeselare is, wat ook de sterkte is, vind ik. Zeker van op die flanken, die bal wordt niet te veel geraakt voordat hij binnen gaat en het scoren gebeurt ook strak. Dat is ook wat bij ons ontbrak vandaag. Dus de scherpte in die acties was bij ons veel minder dan bij Roeselare. Ik ben er zeker van dat die scherpte bij ons ook wel terugkomt natuurlijk. Het is niet plezant van ze te verliezen. Oké, bedankt. Gabby, prima overwinning na een leuke wedstrijd vandaag. Ja, dank u Stijn. Inderdaad, ik denk wel een leuke wedstrijd. Ik moet zeggen, als we op Aalst gespeeld hebben, zijn wij ook overdonderd geweest in een felle start van Aalst. Nu hebben we het omgekeerde rechtgezet. We hadden dus gevraagd aan de spelers om de eerste 20 minuten wel fel te beginnen. En dat is ook tamelijk gelukt. En in scherpe acties en acties over de grond, waar wij veel op trainen, is dat tamelijk vlot gelukt. Ook de binnenkomende flankspelers die daarin een rol spelen, was heel aangenaam. Natuurlijk, dan hebben we wat gas moeten terugnemen. En dan was het tempo iets te traag. Zijn we veel te traag naar de kruispas gegaan. Dat heeft te lang geduurd. Waarschijnlijk ook door de redelijk goede druk die dat Aalst zette. Tweede helft hebben zij dus met een tactisch ingreep twee centrale aanvallers. Het maakt dat er bij ons op het middenveld eentje moest schuiven. En dat heeft het ons toch iets moeilijker gemaakt om een bepaald moment uit te voetballen. En dan ben ik het niet eens met een collega die zegt van dan heeft Roeselare dat behoorlijk goed gedaan. We hebben een aantal slordigheden die nog in het spel zitten. Een aantal simpele passings die verkeerd gaan, want de jongens kunnen dat beter doen. Maar goed, dan op het einde, dat derde doelpunt van Bowen was een heel mooi voorbeeld van hoe we het graag doen. En dan het vierde ook nog. Het derde doelpunt maakt de wedstrijd natuurlijk dood. Natuurlijk nog een mooi doelpunt van de Poitre. Dat ons zeggen toch wel een heel sterke spits op dit niveau. Niet alleen fysiek sterk, maar toch ook wel clever. Een aantal ervaringrijke spelers in Aalst die toch wel heel waardevol zijn. En dat maakt dat ze 5 punten voor ons staan, nu nog 2 punten. Dit is een ploeg die het tot nu toe heel goed gedaan heeft. En daarom is het voor ons ook wel heel leuk dat we daar zo'n prestatie kunnen tegenzetten. Hè. De wedstrijd die we verloren hebben tegen Charleroi vond ik een beetje uitvergroot. Vooral omdat, en dan met de nadruk op groot, want we zijn er echt op lengte gepakt geweest. En dat hebben we hier nu vandaag echt willen rechtzetten. De mensen die twijfelen aan dit Roeselare moeten maar eens komen kijken. De manier waarop we voetballen, dat mag gezien worden. We mogen dat gerust zeggen. We hebben soms een keer een mindere wedstrijd. Dus worden wel eens afgetroefd. Maar deze jonge groep staat recht en staat terugrecht en staat nog eens recht. En dat is hoopvol voor de toekomst. Oké, bedankt. Vragen of opmerkingen? Ja, laatste minuten zag ik die nauwelijks rechterbeen in het slag gaan.
Ja, hij had een beetje last in zijn onderrug. Maar goed, als we 1-0 staan, dan denk ik dat hij er wel op blijft. Maar goed, dan is het ook wel een keer een moment om daar een beetje uit voorzorg. En dan kunnen we de andere jongens ook wat minuten laten maken. En die zijn ook gretig ingevallen, dus dat was eigenlijk.